Dan zouden de ouders die te veel zelf op hun telefoon zitten misschien wel hele verstandige offline kinderen uh, op, kunnen opvoeden. Nee pap, je zit aan de, je zit aan de 120 minuten <laughs> en gaat, gaat de wifi eraf. <laughs> Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers podcast. Zoals je kan horen is Wout nog steeds op vakantie, dus mijn naam is Jeroen Ubbachs. Ik zit hier met... Arnout en Olaf, hoi en een hallo. nieuwe stem en nieuw gezicht aan tafel. Ja. Goedemorgen, Tuba. Goedemorgen, hallo allemaal. Tuba, kun jij voor onze luisteraars even vertellen wat jij hier doet bij Twicker? Tuurlijk. Um, ik werk hier uh, al ruim zeven jaar. Ik ben de se manager. Ik werk bij de afdeling market BI en ben daar verantwoordelijk voor alle sales rapportages, uh, beleid en processen. En kun je nog iets specifieker, nog iets concreter vertellen Tuurlijk. wat je dan op, zo, op een dag als vandaag doet, behalve dan deze podcast met ons opnemen. Op een dag als vandaag, uh, nou, het einde van het kwartaal nadert, dus vanmiddag zit ik met de salesmanager en dan kijken we alle cijfers na, hoeveel heeft sales binnengehaald, hoeveel moeten ze nog en of we dat gaan halen of niet. Is oh, dat gaan specifiek? we het halen? Het wordt een hele lastig kwartaal. Oké, okay, nou, dan gaan we daar <laughs> gewoon lekker niet verder over praten, want dat uh, klinkt allemaal veel te depressief voor mijn, uh, voor mijn dinsdagochtend. <laughs> <laughs> um, er is ook een reden dat jij hier aan tafel zit. Er is ook een reden dat Olaf hier aan tafel zit. Want jullie hebben, en Arnoud ook trouwens, jullie hebben één ja. gemene deler. En dat is, jullie hebben allemaal kinderen. Yes. En daar gaan we het vandaag over hebben. Namelijk over digitaal opvoeden. Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je dat je kinderen een beetje op een veilige manier uh, over internet kunnen struinen? Als ze dat überhaupt al mogen. Uh, dus daar komen we zo uitgebreid op terug. Maar zoals elke week beginnen we natuurlijk met de highlights van de week. En uh, ik zie hier onderaan staan iets over de Linda. Dus Toeba, ik begin gewoon bij jou. Dat lijkt me goed. Um, nou, het Apple Event was natuurlijk vorige week. En dan denk je van, oh, dat, dat is leuk. En, uh, maar het leukste vond ik dat uh, onze Chris op de Insta-stories van de Linda verscheen. Ja, dat heb ik ook gezien, ja. Ja. Daar heb ik gelijk een screenshot van gemaakt en gelijk dochter naar <laughs> iedereen <laughs> binnen de marketingafdeling. Ja, want Chris was er natuurlijk bij, maar er was ook een, een, een dame, van de, de hoofdredacteur volgens mij, ja. van de Linda. was. Daar. Ja. Dat is niet Linda zelf, toch? Dat nee, is dat is niet anders. Linda zelf. Ik weet eigenlijk niet hoe ze heet, maar ze doet het echt heel leuk. Ze, is er daar, ze huppelt daar een beetje rond ja. en uh, ze sprak zelfs een man aan van, hé, hey, wat zie jij er goed uit? En, uh, dus het ging niet ja, alleen oh, over de gezien. Apple. Die doet kwam gewoon met Singapore. Toch, ja, zo? die ja, doet ja, ja, het wel uit Singapore, klopt. Ik weet niet waarom ik dit onthoud, maar ik weet het wel. <laughs> Kijk, dat heb ik dus ook onthouden. En dat vond ik toch wel een hele leuke highlight van vorige week. Maar zei ze dus nog wat over Chris, dat een lekker ding was of zo? Dat hoort daar toch? Ja, ja. Je zien, dat, dat heeft ze waarschijnlijk wel gezegd. Maar, maar niet dat, on camera. Niet, niet on camera, inderdaad. Ja, ik denk dat Chris zich wel beledigd mag voelen. Want Erwin van der Zanden is ook al een paar jaar mee. Die is van uh, RTL. Bright, zeg maar Bright van, van RTL is dat. En die heeft ze een paar keer aangekondigd als de lekkerste nerd van Nederland. <laughs> ja, kijk. Dus die titel Ai, kan niet naar Chris gaan. Ondanks dat hij dat natuurlijk wel verdient. Um, Misschien dus, de knapste nerd. Ja, dat kan dan wel. Dat ja. kan nog wel. Dat een mooie mooie middenweg. Ja. <laughs> um, Olaf. Ja. Um, mijn highlight, nou ja, het is eigenlijk Willems highlight, ik moest deze noemen, de RTX 2080 natuurlijk. Mes op je keel. Ja, nee, mijn eigen highlight was de nieuwe EP van Efexwin, vorig, die vorige week is uitgekomen. Maar de RTX 2080 is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Um, eindelijk zijn de resultaten daar, um, na een wat chaotische aanloopperiode, met onder andere driverproblemen, um, ik hoor dat fabrikanten zelfs... Um, de resultaten nog niet helemaal kennen. Op het moment van testen zeg maar, bij alle sites kwamen veel fabrikanten er opa's achter van hoe presteert dat ding eigenlijk. Zeg maar. maar goed, ze zijn er nu eindelijk. En um, nou ja, nu is het afwachten hoe populair gaan uh, die kaarten worden. Want er zijn natuurlijk wel heel veel uh, kritiekpunten geweest wat betreft de prijs van die, uh, van die kaarten. Ja, ze zijn hartstikke duur. Ze zijn hartstikke duur, Komt inderdaad. Um, nou ja, je, je gaat toch al gauw richting de uh, 1250 euro. Ja, maar daar heb je een gewoon een iPhone voor. Ja, uh, ja zeker. Ja, dus uh... Al daar heb je al een iPhone voor. Dat, dat wordt de keuze: wordt het een nieuwe iPhone of wordt het een RTX 2080. Maar het was, het was ook echt heel bijzonder, want afgelopen week kwamen die kaarten hier binnen. Er kwam ook een, een, een fabrikant uh, met een stevige delegatie hier binnen. En uh, dat was niet alleen PR, want dat is nog redelijk normaal, die, 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 die zien we wel vaker. Maar het waren, waren ook echt gewoon de RD-mensen van de fabrikant zelf. Um, uit een ver buitenland. En um, die kwamen gewoon over de schouder meekijken. Want die dingen kwamen rechtstreeks uit de fabriek. En ze hadden ook geen idee hoe ze zouden presteren. Ja. die zaten ook heel geïnteresseerd te kijken naar hoe die benchmarks gingen draaien. Want ja, dat hadden zij ook nog niet gezien. Dus het is echt. Um, het, is, het is een beetje. Ik vind het wel leuk. Ja, ja zeker. Het is echt heel leuk. Het is Interessante tijden. En ook de komende periode wordt interessant, natuurlijk. Want uh, de. de... RTX uh, 1080 wordt ook heel interessant. De TI-variant wordt heel interessant, die prijzen gaan dalen. AMD komt natuurlijk met zijn uh, concurr concurrerende kaarten. Dat wordt ook weer interessant. Dus ik ben benieuwd hoe populair ze gaan worden. Wordt weer een beetje vuurwerk op de uh, grafische kaartmarkt. Zeker, zeker, ja. En is... een leuk toekomstbeeld uh, natuurlijk met uh, live raytracing. Ja, en ja. nou, wat ik sowieso veel zie momenteel in games... is dat uh, ja, eigenlijk alle uitgevers nu toch wel hun, hun multiplatform games... De speciale treatment geven op PC. Je kan ook niet meer anders, want ja, al die games die moeten nog steeds gewoon op de eerste PlayStation 4 en de eerste Xbox One draaien. Nou, dat, dat, dat beperkt natuurlijk de mogelijkheden. Die zijn nu zes jaar oud of zo. Toch? Ja, precies. Kijk, de Xbox One X is een, best wel een krachtig beest. Maar ja, al die games die daarop verschijnen, moeten ook nog steeds op die oudere Xbox One draaien. Dus dat, dat, dat is natuurlijk lastig. Dus je ziet heel veel dat, uh, dat ontwikkelaars toch echt wel meer aandacht uh, besteden aan de PC-versie. Je ziet het bijvoorbeeld bij Battlefield inderdaad met die ray tracing. Nou, Tomb Raider heeft ook weer allerlei PC-exclusive features. Je ziet het meer. En meer, dus uh, als er ooit een, 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 een tijd is geweest waarin je uh, met recht PC Master Race mocht zeggen, dan, uh, dan is het dan denk is ik het nu, het nu? <laughs> ongeveer ja. Arnoud, ik, uh, jij bent van de conspiracy theorieën deze keer? Het is echt geweldig. Ik belandde van de week echt in een ouderwetse YouTube Rabbit Hole dat je gewoon een filmpje aanklikt en daarna gewoon nog. Zes, zeven andere filmpjes aanklikt. Met hetzelfde onderwerp, gewoon omdat het zo fantastisch is. Dit gaat over de Pixel 3, de telefoon van Google, die volgende maand uh, waarschijnlijk zal worden aangekondigd. Nee, nou ja, dat is vrijwel zeker 9 oktober. Ze hebben een event aangekondigd. Uh, alleen de Pixel 3XL, dat is de grote versie. Die lekte deze zomer al uitgebreid uit, maar echt op tien verschillende manieren. Hij was te koop in Oost-Europa. Kennelijk was daar een vrachtwagen opgevallen. Um, uh, uh, iemand had hem laten liggen in een taxi in Amerika. Gewoon op de achterbank. Het um, klinkt eigenlijk een beetje als guerrilla marketing. Het, nou, dat is dus... Nu komt de conspiracy theory. Oh, ik heb het gewoon al ontdekt voor je ja, het verteld hebt. hebben. Man. Echt, het is echt fantastisch. De theorie is dus dat de telefoon... die we de hele zomer al op foto's en video's en renders hebben gezien... dat dat niet de echte telefoon is. Het, is, het zit namelijk zo... Hij, hij ziet er... Heel veel mensen vinden me niet mooi uitzien, want hij heeft een enorme inkeping boven in het scherm, maar echt veel groter dan bijvoorbeeld een iPhone of veel andere telefoons. Um, veel, uh, ja hoe noem je dat, dieper of zo. Dus dan gaat er gaat een veel grotere hap uit het scherm. En heel veel mensen vinden dat gewoon hartstikke lelijk. En, um, uh, dus nu is de theorie dat ze wel degelijk een telefoon zonder inkeping hebben gemaakt en dat ze die helemaal geheim houden en in plaats daarvan, als een soort van marketing truc, die andere telefoon hebben gemaakt en die overal laten uitlekken. En dat is natuurlijk een fantastische theorie. Mensen zien overal aanwijzingen in. Uh, zo waren de laatste um, YouTubers die zeiden, ja, Google heeft bij ons fragmenten opgevraagd um, van uh, de grootste rants die ze hadden. Dus als ze echt die, die notch helemaal afkraakten, die fragmenten wilde Google graag gebruiken voor een filmpje dat ze aan het begin van hun evenement laten zien. Um, en waarom, waarom zouden ze zo'n filmpje laten zien waarin iedereen die telefoon afkraakt die je daarna gaat aankondigen? Dus dat was een beetje, het, zo komt zo'n theorie tot stand. En uh, het, is, het is niet iets waar we op Tweakers over berichten, want het, het bewijs is echt flinterdun. Maar het is zo ja. geweldig om naar te kijken. Nou, ik luister uh, veel podcasts en in een van die podcasts dan behandelen ze ook dit soort uh, feitjes slash aantijgingen. En dat, uh, die categorie heet dan nieuws or noise. En dan moeten zij dus bepalen of het uh, daadwerkelijk nieuws zou kunnen zijn of dat het geblad in de ruimte is. Wat is uh, Arnoud Wokke, toch wel een van onze grootste, nou samen met Chris onze grootste mobiele... Specialist van tweakers, wat is jouw verdict? Ik vermoed dat het geblaat in de ruimte is, maar ik hoop zo dat het waar is. Want het lijkt me geweldig. Het, is echt, het zou echt een Google-truck zijn, want die zijn natuurlijk die zijn wel van die, van die grote grappen. Ik bedoel, toen ze elf jaar terug frequenties wilden hebben in Amerika, gingen ze daarop bieden. En dan bieden providers 1 miljard, 1,5 miljard. En zij boden gewoon uh, bedragen waar de andere bedrijven van dachten. Wat voor raar bedrag is dat met allemaal cijfers achter de kom? Ja, dat was dan een Fibonacci-reeks. Of het was 1,337 miljard. Of <laughs> dat soort dingen. Ik bedoel, ook om, als het om grote dingen gaat, dan wil Google best wel grappen uithalen. Um, dus ik hoop, ik hoop echt dat het zo is. Maar ik ben bang van niet. Over uh, geblaad in de ruimte gesproken... Uh, vaste luisteraars van de podcast weten dat Wout en ik hier uh, op het kantoor van Tweakers eens in dezelfde tijd een potje Dungeons and Dragons spelen. Of eigenlijk spelen we Pathfinder voor de meer uh, ingeleide personen die snappen waar dit over gaat. Het is een, een role-playing game die je op tafel steelt, uh, speelt met dobbelstenen en alles. Je hebt een, een Dungeon Master, dat is eigenlijk de verteller van het verhaal. Nou, hartstikke leuk om te doen. Maar wij naderen het einde van ons verhaal. We zitten, <tie> we zitten diep in een, in een adventure. We zitten in een soort van. Ja, schaduwwereld waar we heel dichtbij een hele sterke eindbaas zijn. En dat betekent dus dat we moeten gaan bepalen wat we hierna gaan spelen. Nou, onze Dungeon Master: dat is uh, een, van de, een van de ontwikkelaars van, uh, van Tweakers, Bas. Die heeft redelijk veel ervaring. Uh, je hebt een verhaal dat heet Rune Lords. Die mogen we niet spelen, want die is hij zelf aan het spelen met een ander groepje. Dus die wil je niet spoilen. Als... Want als verteller weet je natuurlijk hoe het verhaal gaat. Dus die mag niet. Maar we moeten een van de vele andere adventure parts van Pathfinder gaan kiezen. En nou ben ik wel benieuwd of er mensen luisteren die het ook spelen of gespeeld hebben. En die ervaring hebben met een of enkele van die pads. Want zo ja, laat hem even weten. Gewoon in de reacties uh, of uh, op de mail bij ons. Dat kan via podcast.tweekers.net. En uh, ja, geef wij even een mini review. Want wij hebben een lijst met allemaal mogelijke keuzes. We kunnen dingen met, met giants gaan doen. We kunnen dingen met de onderwereld gaan doen. Het zijn allemaal verschillende thema's. Eentje in de jungle met, met rare slangen en met, met meerdere koppen en dat soort dingen. Allemaal hartstikke cool. Maar ik ben wel benieuwd of er mensen zijn die dat al gespeeld hebben en die daar ervaring mee hebben. Dus uh, zo ja. Laat dat mij even weten. Maar ik, ik, ik ken het spel niet zo goed, maar moet het een vastgesteld, eerder bedacht ja. verhaal zijn? Ja. Of mag je, ook, mag je nu luisteraars oproepen om zelf een verhaal samen te stellen nee. en naar BAS te sturen? Kijk, het zijn, het zijn uh, goed uitgedachte uh, verhaallijnen en um, daar horen gewoon boeken bij. Je, je koopt, zeg maar, het is zeker nog, de, de meeste verhaallijnen hebben meerdere boeken. En in dat boek staat dan alles wat een verteller moet weten uh, over vijanden, hoe sterk ze zijn. Uh, je kunt zoveel dingen doen, al die vertakkingen die je kunt doen, die, hebben dus, die staan opgeschreven in dat boek. Kan dus de, jouw, jouw dungeon master kan dat dus voor je gaan uitzoeken. Als, ik, als, we, als je als groep bepaalt, van nou, wij willen helemaal niet vechten tegen deze dude die er heel scary uitziet en die met zijn zwaard op ons afloopt, maar we willen hem proberen tot rust, tot kalmte te manen. In dat boek staat aangegeven of dat überhaupt mogelijk is. Uh, dan, dan moet je een zogenaamde skill check doen waarschijnlijk. Nou, dan moet je een dobbelsteen gooien. Daar staat ook in hoe hoog die skill check moet zijn. Dus die boeken uh, zijn eigenlijk de, de rode draad die je als verteller nodig hebt. Het is niet te doen om zoiets... Het ja, is wel te doen als je meerdere jaren hebt en je maakt er je werk van. Maar het, het is gewoon niet te doen om dat on the fly te doen. Een ervaren verteller kan wel accent, accenten wijzigen. Zo heeft onze verteller uh, speciaal voor mijn personage een draak verzonnen... in ons, in ons verhaal die er eigenlijk helemaal niet was. Maar dat was dan leuk voor onze backstory, dus dat kan wel. Maar een heel verhaal gewoon from scratch uh, uh, doen, dat is niet te doen. Het is duidelijk uh, geen kinderspel, joh. Nee, 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 zeker niet. Het is echt, uh, het is echt, uh, uh, oh, Jezus. <laughs> jezus, Arnoud, even serieus. Ik bouw gewoon het bruggetje voor je. Ik maak ja, het je makkelijk. Ja, ja, nee, goed. Dus als er mensen nog uh, ervaring hebben hiermee, laat het me weten. En dan gaan wij inderdaad door naar de kinderen. Um, daar hebben wij heel veel verschillende onderwerpen voor, maar misschien is het leuk voor, de, uh, voor het verhaal om even duidelijk te hebben uh, wel, wat, hoeveel kinderen jullie hebben en in welke leeftijdscategorieën die vallen. Ik zou zeggen, uh, Arnaud, begin jij. Ik heb er twee. Ze zijn negen en zeven, dus die zijn nog uh, jonge meisje. Uh, twee jongens. Okay. Ja. Olaf. Uh, ik heb een meisje van dertien, dus die is veel met de smartphone bezig, en een jongen van vijftien die is veel aan het gamen. Ik heb er vier. Uh, ik heb een tweeling van dertien twee jongens. Uh, dan heb ik er, nummer drie is ook een jongetje en dat hij is tien. En nog een meisje van twee. Oké, okay, dus dat zijn wel alle... Ik heb een beetje alle leeftijdscategorieën. Ja, precies. ja. Nou, dat is wel leuk het er ook want, hè, want uh, volgens mij staat hier ergens letterlijk in de introtekst van dat kinderen van twee al oneindig veel meer snappen van technologie dan uh, heel veel uh, volwassenen. Ja. Dan... En jij maakt dat dus elke dag gewoon mee. Ja, daar ben ik het wel een beetje mee eens. Ja. ja. Um... Vertel, hoe zie, hoe zie je dat dan? Nou ja, als ik thuis kom, is letterlijk het eerste wat ze vraagt of ze op mijn telefoon mag. Dat is het eerste wat ze vraagt. Dat heb ik er ook een zelf een beetje gedaan, natuurlijk. Daar ben ik schuldig aan. Maar dat komt omdat ik thuis. Uh, ik ga dan naar de keuken om te koken. En dan vond ik het altijd wel fijn om haar even de telefoon te geven en dan kon ze even een filmpje kijken of ja. zo. En dat is ze nu gewoon gewend. Dus niet eens van. Hi mam, hoe is het? Maar gelijk: hey, telefoon. Ja. <laughs> nee, ik, ik heb op die manier denk ik mijn nichtje een beetje verpest. Ik heb haar op een gegeven moment laten zien dat je dus jezelf kan zien in je telefoon. Ik heb gewoon de selfie camera geopend. Dus vanaf dat op het moment dat ik binnenkom en ik ga. Nou heeft mijn zusje heeft haar dan vast. En ik ga ernaast zitten. Dan gaan haar handen al naar mijn broekzak. Want ze weet dat daar mijn telefoon zit. Ja. Nou, inmiddels is ze uh, iets, iets ouder dan twee. Twee jaar en een paar maanden. Maar dit deed ze al toen. Volgens mij net, net bij de één. Ja. Toen was dit al. Dat ja. was echt, uh, het gaat echt heel ongelofelijk snel. Ongelooflijk snel. Maar vrouwen ja. die gelijk aan je broek zitten. Dat maak je toch elke dag mee. Hè? Dat vind ik redelijk ongepast. <laughs> <laughs> maar um, wat ik. Uh, ik, uh, ik kan me goed voorstellen. Als je uh, nog geen kinderen hebt. In mijn geval. En uh, er komt er op een gegeven moment eentje aan. Aan. Dat brengt, zou ik in ieder geval denken, een hoop paniek met zich mee. Misschien, uh, misschien voor jullie niet, maar dat zou ik waarschijnlijk hebben. Zit daar uh, de, 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 de overweging van hoe ga ik om met technologie in het leven en kinderen daarbij al meteen in, of is dat iets wat op een later moment komt? Ja, bij mij is het echt op een later moment gekomen. Bij uh, de jongens sowieso, want die hebben pas uh, toen ze tien waren of zo, de oudste twee, die hebben pas op een tiende hebben ze een tablet gekregen. Dus toen ging je er echt mee aan de slag. Maar ik merk wel dat het verschil is van tien jaar geleden en nu. Want mijn dochtertje is twee en die is nu al in aanraking met YouTube en allerlei verschillende ja. soorten filmpjes. Ja, dat was toen natuurlijk nog een stuk minder. Ja, daar, veel van. minder. En jij dan, Arnoud? Want jij bent natuurlijk al zo lang als dat je leeft ongeveer uh, vergroeid met alles wat met technologie te maken heeft. Ko toen de eerste eraan aankwam, heb jij toen al met je partner bijvoorbeeld gesproken over hoe gaan we eigenlijk dit soort dingen aanpakken? Of is dat dan nog te vroeg? Nee, dat is, dat is wel een beetje vroeg. Het, e het eerste wat ik heb gedaan. Is allemaal technologie zo goed mogelijk opbergen. <laughs> er stond natuurlijk van alles, stond gewoon laag. En op het moment dat je een babytje hebt, uh, dat gaat kruipen. En op een gegeven moment pakt dat van alles en dan maakt het niet uit wat het is. Het moet gewoon in de mond en, en, en moet mee geslagen worden en zo. Dus het gaat vrij snel stuk. Dus, uh, dus je die, hebt er gewoon een Nokia 33 gegeven en... Uh, hem. En nee, 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 nee. Ik heb gewoon alles, alles, alles opgeborgen. Hamertje tik, en, uh, die kunnen kun niet stuk. <laughs> nee, inderdaad. Daar kan je makkelijk hamertje tik mee spelen. Maar ik weet niet of dat ook dan telt als technologie. Dat is misschien dan gewoon hamertje tik, alleen dan met een ander soort tool. Hoe heb jij dat uh, gedaan, Adam? Jij, jij, jij hebt het oudste kind van ons allemaal. Mm -hmm. En was het toen al een, een ding? Um, minder. We hebben het uh, toen. Uh, toen hij jong was, hebben we een tijd geen TV gehad, dus heeft hij wel veel uh, al uh, achter de laptop en de computer uh, gezeten. Je dus was allemaal... gewoon een vroege kortcutter. Ik ja, wilde ja, het net ja. zeggen. Oh, wauw, letteren. Ja, ja. <laughs> ja. Um, maar het makkelijke met jonge kinderen is dat je het vrij zelf in de hand hebt. Naarmate uh, ze ouder worden, worden ze steeds zelfstandiger en dan kun je het nog eens goed opbergen, maar dan vinden ze het wel. Dus je, je moet daar wel um, uh, op een vroege leeftijd mee beginnen, inderdaad, ja, ja om ze dingen bij te brengen. Ja, wat ik ook wel heb gemerkt is dan. dan bedoel, je, je begint gewoon met opvoeden en Dan denk je niet al te veel naar, bedoel, je vraagt nu, heb je daar van tevoren over nagedacht. Maar dat, dat, je hebt het over de babykamer en zo. Allemaal dat soort dingen. Snap ik wel. Over technologie. Ja, dat, dat, precies, dat komt nog niet aan bod. En op een gegeven moment, dan begin je en dan merk je dat kinderen rustig worden van, van televisie of een tablet of een telefoon of wat dan ook. En, en dan ga je in het begin daarmee door, want het is wel lekker rustig. En op een gegeven moment denk je: Nou, van, dit is niet hoe ik wil dat mijn kinderen groot worden of zo. Dit is niet waar ik ze aan wil laten wennen. En pas dan ga je dieper nadenken. Maar dan, ja, dan moet je, je moet heel erg ook naar jezelf kijken. Want dan denk ik: Ja, dan kom ik thuis. En, en toen ze nog klein waren. Ik was gewoon was vol op telefoon aan het reviewen. Dat, dat gaat thuis ook gewoon door. Maar eigenlijk kan dat dan niet echt. Want het enige wat ze zien dan is dat ik urenlang aan mijn telefoon zit. En, en, en dat wil ik helemaal niet. Dat beeld wil ik helemaal niet dat ze dat van me hebben. En dat was vorige week ook in het nieuws. Hè, dat kinderen in Duitsland geloof ik, die gingen een soort van mars doen omdat hun ouders te veel op de telefoon zaten. Dus zij kregen een soort van verkeerd beeld, dus het omgekeerde opvoeding. Van de kinderen ook kreeg zij te horen van... hé, hey mam, pap, je zit te veel aan, op je telefoon. Geef ons eens wat aandacht. Nou ja, op zich, als, als, als we ervan uitgaan... dat de theorie van dat kinderen zich op een goed moment... gaan afzetten tegen hun ouders waar is... dan zouden de ouders die te veel zelf op hun telefoon zitten... misschien wel hele verstandige... Offline kinderen uh, op, kunnen opvoeden. Dan wow. moeten, de, de ouders moeten regels voor of de kinderen moeten regels van hun ouders gaan verzinnen dan. Want, uh, ja. Niet meer. Uh... Nee, pap, je zit aan, de, je zit aan de 120 minuten ja. en nu gaat, gaat de wifi eraf. Wil ja. je het wachtwoord? Dan moet je <coughs> eerst koken. Moet je, eerst koken. De, je zei het net al even, Arnoud. Een van jouw eerste stappen was: uh, apparaten verbergen. Ja. Um, hoe is dat nu? Want jouw kinderen zijn natuurlijk inmiddels uh, nou ja, 9 en 7, dus prima in staat om alles zelf te doen. Uh, ja. Mogen ze dat ook op elk moment? Nee, nee absoluut niet. Het is uh, uh, ernstig beperkt. Ik had, ik had een tablet voor de oudste een, een jaar of een paar jaar lang. En toen die eenmaal niet meer functioneerde, heb ik die ook niet meer vervangen. Want ik merkte gewoon dat het niet. Het, het, het had een beetje een ongunstige uitwerking van hij wilde er eigenlijk altijd op. En dat wilde ik niet. Uh, dus dat heb ik zo snel mogelijk. Uh, uh, dat is er toen uitgegaan. Er is nog wel ergens een oude telefoon die die krijgt als het echt eventjes uh, niet anders kan is ongeveer eens per week. Um, uh, maar dat is het dan ook. Het is wat geen is, dagelijks. Wat is, ding. Wat, is, wat, is, wat is als het niet anders kan? Um, nou, er zijn twee kinderen en um, als de ene naar bed gebracht wordt, dan is de andere nog alleen beneden. En om te voorkomen dat er dan allemaal uh, 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 dingen worden uitgehaald, nou, dan, is, dan is het wel even nodig. En hoe is dat bij jullie? Um, nou, eigenlijk, uh, we hebben van jongs af aan um, over naast te denken van van ja, wat moet je nou voor regels verzinnen? En je kan het zo, zo moeilijk of makkelijk maken uh, als je wil. Ik heb toen voor een re redelijk eenvoudige uh, regel gekozen, omdat het ook makkelijk te handhaven is. En dat is gewoon tot vijf uur geen scherm. Um, oh, en dat is wel goed. Ja, en dan na vijf uur mochten ze achter een scherm na keuze, of dat dan de tablet of de tv of, uh, of de telefoon is, zeg maar, tot het avondeten. Na het avondeten ook niet meer. En dat is. Uh, dat, dat werkte wel goed. Dat was echt wel makkelijk, uh, makkelijk. Maar je antwoord. zit inmiddels met een 15-jarige gamer thuis. Uh, ja, precies. Dus nu werkt dat inderdaad niet meer. Ze zijn niet veel zelfstandig. Nee, ja. dat... Als gamers zijn, dan vind ik dit een vrij beperkende maatregel. <laughs> ja, klopt. Ja, nee, daarom zeg ik inderdaad, je moet er vroeg mee beginnen. Want op, op zich ze zijn nu wel. Uh, ze vragen heel vaak of ze of ze even mogen gamen. Of weet ik veel op achter de laptop mogen. En volgens mij heeft dat er wel mee te maken dat we die regel toen wel redelijk strikt uh, gehandhaafd hebben. Ja. We hebben het een beetje andersom. Bij ons mag je juist tot het avondeten mag je doen wat je wilt. Dus um, uh, totdat het eten op tafel staat, mag je op de Playstation, mag je op de computer, mag je op je laptop. Want uh, twee oudsten van mij, die hebben ook een laptop nodig voor school. Dus die zeggen vaak genoeg, hey, ik ben huiswerk aan het maken op de laptop. Terwijl ze iets heel uh -huh. anders aan het doen zijn. Uh -huh. ja. Fortnite! Oh. Bijvoorbeeld. <laughs> uh, of Minecraft, dat is ook echt helemaal in nog bij ons ja, thuis. Steeds. Ja, bij oh. ons thuis wel. Eentje is er helemaal gek op. Maar in ieder geval, tot aan het avondeten mag je doen wat je wil. En uh, na het avondeten is het gewoon tijd voor huiswerk. Tijd om even wat uh, met de familie door te brengen. Dus met zusje, want die zie je ook niet de hele dag. en die gaat rond half acht naar bed. En um, ja, tot aan het avondeten mag je doen wat je wil. En waar kiezen ze dan voor? Kiezen ze altijd voor iets, iets met een scherm? Altijd game ja. of altijd tablet? Of kiezen ze ook ja. voor nou, wat ik zei, buiten echt... voetbal of zo? Nee, nee. Oh, daar kiezen ze al heel lang niet meer voor. <laughs> <Jammer> <laughs> so, toch? Is, ja, ik vind het ook echt heel jammer. Ik ben blij dat ze op sport zitten... zodat ze toch nog even hun uh, lichamelijke oefening krijgen ja. wekelijks. Ja, dat is wel echt een verschil, heb ik het idee. Met ja. zeg maar twintig jaar geleden... Of langer. Dan uh, <laughs> dat ik, ik, voor zover ik, kijk, ik, had, ik had vroeger, toen ik mij ik vijf of zes was, kreeg ik een Mega Drive. En daar zat ik ook zo vaak als dat ik kon erop. Maar ja, dat mocht dan ook inderdaad niet altijd. Zeker als het lekker weer was, werd ik gewoon ook naar buiten gestuurd. Maar het was ook een soort van automatisme. Je kwam uit school. Nou, je dronk thuis verplicht je bekertje melk of whatever ja, dus je ouders je gaven uh, op. En dan ging je naar buiten wachten tot de rest van je vriendjes buiten waren. En dan, ja, vanaf daar ging je kijken ja. wat je ging doen. Of het nou uh, iets met een hut was, of iets met voetbal. Of ja. weet ik veel. Iets met belletje trekken. I don't know. Maar gewoon whatever, buiten, altijd buiten en altijd met je vrienden. Maar was dat ook nog toen je dertien, 14, 15 was? Uh, nou ja, kijk, dan heb je natuurlijk middelbare school en dan heb je andere roosters. Ja. Uh, het, het, het makkelijke van de basisschool is, ik, ik was altijd om drie uur klaar. Ik wist dat mijn vrienden altijd om kwart over drie, want zaten allemaal op een andere basisschool. Uh, kwart over drie oh, klaar ja. waren, ja, nee, dat was een christelijke basisschool. Daar, had, daar hadden mijn ouders niet zoveel mee. Dus uh, nee, ik, is, ik was gewoon altijd gewoon eh, op het hofje lekker daar, met je met mijn bal aan het wachten. Tot de rest er was, dat duurde dan een paar minuten en dan was het gewoon prima. Uh, ja, middelbare school wordt dat anders. Weet je? Dat, de, ene, de een zit tot. Ik had bijvoorbeeld op uh, twee momenten in de week tot ik geloof gained, vijf uur Latijn. Ja, dan waren al die gasten allemaal wel <gemegefania> andere dingen aan het doen. Gingen daar niet op wachten, zeg maar. Dus nee, dat wordt het wel een beetje anders. En inderdaad, toen nam ook wel uh, gamen een steeds grotere rol in in mijn leven. Dus het is maar zeker. Ik heb wel het idee. Ik weet niet of bij ju jullie dat idee ook bestaat. Dat buitenspelen versus computeren wel echt een flinke nederlaag aan het leiden is. Ja. Yeah. Bij ons in ieder geval. De jongens die zijn echt niet meer buiten te vinden hoor. Die krijg je in het weekend dan nauwelijks ergens mee naartoe. Behalve als het een pretpark of zo is. Dan, nee. uh, dan willen ze nog wel aanhaken. <laughs> maar voor de rest, ja. Die zijn zo gek op hun games en op hun vrienden. Op, uh, ik moet zeggen, ze zitten niet zoveel op social media. Dus dat scheelt nog wel. Maar echt gamen de hele dag. Als ja. je ze zou laten zitten, dan blijft ze echt zitten. Oké. Okay. En uh, dat, is bij jullie, uh, dat beeld komt bij jullie ook uh, zo? Um, nou ja, ik, hij, hij is nu 15 en hij gamet al aardig veel. Um, maar het probleem is, ik hoop niet dat hij luistert, maar ik begrijp hem ook zo goed. Ik bedoel, toen ik, toen ik zo oud was, had ik een Amiga ja. naast mijn bed staan. <laughs> en daar heb ik ook uh, de hele avonden, uh, soms nachten achter gezeten. Ja, ja, ja. Dus, ja um, ik kan me inderdaad die battles met mijn ouders ook gewoon nog herinneren. Dat ik wilde computeren, dat ik niet mocht. En dat, nou ja, dat we uiteindelijk op een soort van compromis uitkwamen. Dat ik toch nog een beetje mocht computeren. En dat ik op een gegeven moment... Uh, de, het glas boven mijn slaapkamer ging afplakken zodat ze niet konden zien dat mijn computerscherm <laughs> nog, uh, nog aanstond. Dat soort dingen. ze helemaal niet doordenken. Dat ik. soort dingen allemaal. Nee, zeker niet door. Nee, maar dus inderdaad, dat ik me dan heel, heel dubbel als je inderdaad denkt: van ja, shit. Dan ben, je, dan ben je letterlijk je eigen vader of je eigen moeder geworden. Ja, ja. en je hoopt dan dat als je wat ouder wordt, dat het wel weer afgenomen is. Nou ja, bij jou is dat dus niet het geval geweest. Maar, <laughs> nee, hem, uh... nee, maar, maar op een gegeven moment, bij mij zijn ze er op een gegeven moment voor gaan betalen. Dus dat vind ik wel een soort van excuus dan. Nee, um, jullie uh, uh, noemden allemaal net dus een setje regels die dan bij jullie ook per persoon verschillen. Uh, zijn die regels voor je kinderen of moet jij jezelf daar ook aan houden? Bijvoorbeeld, Olaf, tussen, tussen vijf en zeven. Um, of mag, jij zelf, mag jij zelf meer dan je kinderen? Ja, het, omdat ik voor mijn werk natuurlijk al heel veel achter een scherm zit, doe ik dat thuis eigenlijk niet zo eens zo heel veel. Dus... Um, nou, het is makkelijk om, om te praten, maar het, het, ik heb zo'n regel niet nodig, als het ware. Ja. Nee. Wat lijkt me natuurlijk heel gevaarlijk: dat als jij je kinderen zo'n timeframe op, op, uh, oplegt, maar jij, zij komen thuis en jij zit om half vijf, bij wijze van uh, achter je laptop, dat je een opmerking krijgt van hè, hey, papa, mag niet. <laughs> Maar ja, maar, ja, maar dan kun je het makkelijk zeggen, ja, dat is voor mijn werk. Dat is, is. Ja. Ah, nee, nee, maar... net, net als de kinderen van Touba die huiswerk aan het maken zijn. Ja. Heel goed Ola. Nee, maar ik moet echt tijd inruimen om te gamen bijvoorbeeld. Het is echt moeilijk om in een week zeg maar, een uurtje te vinden om even te kunnen gamen. Dus... En Arnaud, heb jij regels waar jij net als je kinderen aan houdt? Ja, en ik hoor, het ook, ik hoor het ook gewoon terug als ik dat niet doe. Nou, een van de, van de van de strenge regels is uh, aan tafel. Geen apparaten. Uh, in, in slaapkamers geen apparaten. Um, en daar moet ik me echt aan houden, anders dan, 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 dan krijg ik het te horen. Dus jij hebt gewoon een ouderwetse wekker? Ik heb een ouderwetse wekker, ja. En, en uh, gratis tip voor mensen die luisteren, ik heb er eentje met projector op het plafond. Is heel handig met kleine kinderen, dan weet je hoe laat je s'nachts wakker was. <laughs> Oké, okay, leg het even uit. <laughs> nee, dat is een, uh, het is een wekkerradio ergens bij uh, een of andere huishoudwinkel vandaan. En er zit een projectortje in en die projecteert de tijd op het plafond. Dus dan is de kamer donker. Het enige wat je ziet is de tijd in het rood, dus heel subtiel op het plafond. Op het moment dat je wakker wordt gemaakt door je kind, dat gebeurt wel eens s nachts, vaak zelfs. Um, dan kun je even kijken hoe laat het is en of het al ochtend is, zonder dat je een, een, naar een echt scherm hoeft te kijken. Oh, zo, ja. Dus dan word je minder wakker en dan later kun je dan ook nog herinneren, oh ja, dat was kwart voor vier of oh, het is al half zes. Nou ja, dan, dan is het al bijna ochtend. Dus dan ja. weet je dat je daarna waarschijnlijk toch niet meer gaat slapen. Ja, ja en toen waren jullie regels? Ja, we hebben een beetje dezelfde regels. Tijdens het eten mag het gewoon echt niet. Aan tafel moet gewoon iedereen gewoon gezellig uh, eten en uh, gewoon geen schermen. Uh, slaapkamer, de jongens mogen hun telefoons niet mee. Naar boven. Maar wij doen dat wel. Hmm. Hmm. Hebben ze wel door? Ja, maar daar zeggen ze niks over. Okay. Nee, dus dat, dat, dat valt nog wel daar mee. Daar kom je heen. gewoon mee weg. Daar kom ik mee ja. weg. Aan de andere kant nee. kan je natuurlijk ook nog iets zeggen over dat er ergens in de familie vriendenkringen kringen ja, zijn en dat precies. jullie gebeld moeten kunnen worden. Ja, we moeten gebeld kunnen worden, inderdaad. Dus de, daarom is dat een, een mooi excuus die dat wij kunnen gebruiken. Ja. Ja. En je uh, zijn net allemaal uh, uh, geen uh, telefoons aan tafel als ik het wel heb, geen apparaten aan tafel. Nou zie ik wel eens in een uh, restaurant of zo uh, familie zitten en dan zit de familie dan lekker te, te dineren met elkaar, gezellig. En dan zit de peuter of de kleuter of zelfs een wat ouder kind zit dan op een tablet te spelen en te... En te... Ja, hoe, hoe zie jij dat Jur? Want je, je komt dat geregeld tegen, wat denk je dan? Um, Oké, okay, dit, klinkt, dit klinkt heel, uh, heel gemeen en kinderhaat het, maar ik ben er blij mee. Want uh, in principe op het moment dat zo'n uh, een kind een, Ik weet het Nederlands woord niet, maar een, een tantrum tantrumthroat uh, uh, onhandelbaar wordt, mm -hmm. uh, is dat natuurlijk uh, vervelend voor alle mensen daaromheen. En ik snap heel goed, hè, kinderen hebben namelijk geen afstandsbediening, je kunt ze niet aan uitzetten. Ze zijn soms lastig. Dat hoort erbij hoort bij het leven. Maar tegelijkertijd snap ik ook heel goed dat alle mensen die om die familie heen zitten gewoon in alle rust willen dineren, lekker naar een restaurant zijn gaan en een gezellige tijd willen hebben en helemaal niet willen dealen met een kind dat aan het schreeuwen is. Dus op het moment dat een kind zurt om een iPad en die iPad ook krijgt, denk ik, chill, opgelost. Maar ik kan me goed voorstellen dat de opvoedkundige kijk daarop net een beetje anders is. Nou, ik ben het er eigenlijk wel met je eens ik uh, een, een, een peuter of een dreumes, ja, dat, dat vind ik prima als die dan even een tablet of een telefoon krijgt. Zodat we met z'n allen rustig gezellig kunnen eten. Um, terwijl, uh, alleen hij, moet, hij of zij moet wel weten dat thuis aan tafel, dat het daar echt niet mag. En in een restaurant is dat prima. Maar de oudste kinderen vind ik niet dat die op een scherm mogen. Dus de jongens zouden bij mij niet op een scherm mogen, maar mijn kleintje van twee... Uh... Maar het wordt natuurlijk wel steeds lastiger naarmate ze ouder worden om ze dan in één keer te zeggen van... Maar nu mag het niet meer, want nu ben je zo... Nu ben je groot genoeg. Nou ja. ja, het is juist andersom. Nu zeg ik van, je zusje mag omdat zij klein is, maar jullie mogen niet. Want jullie kunnen gewoon een gesprek met ons voeren. Dat kan zij van twee jaar nog niet. Hmm. Dus dat snappen zij. Dat, dan begrijpen zij dat zij gewoon moeten meeparticiperen aan het gesprek aan tafel... En uh, ja, een zusje van twee, uh, die kan een paar woorden zeggen... en niet eens hele zinnen uitspreken. Dus dat is prima dat zij dan even op haar uh, tablet zit. En dat gesprek bestaat niet puur uit zeuren en een iPad? Oh, vaak genoeg wel, hoor. Vaak genoeg <laughs> <Toch> wel. wel. <laughs> ja, dat, dat soort gesprekken hebben we ook. En telefoons, ja, tegenwoordig hebben uh, ja, al die middelbare scholieren... hebben een mobiele telefoon. Dus die worden ook gebeld of die krijgen ook appjes... die ze dan even willen beantwoorden. Maar zij weten dondersgoed dat er gewoon, als we aan tafel zijn... dat niemand, daar, behalve hun zusje dan er mee mag spelen. <laughs> ja. En uh, is dat... Er bij, is dat er bij jou nog een heel andere lijn in, Olaf? Of komt dat ook overheen? Um, wij, wij hebben altijd proberen te voorkomen... om uh, de uh, telefoon of tablet... als een soort surigaatspeen... Uh, te geven. <laughs> ja, Zo, dat dan is het dan om, om het koest ja. te houden. Surigaatspeen. Ja, ja. Nee, wij, wij hebben dat altijd proberen uh, te voorkomen. Ja. En als mensen om je heen dat dan wel doen... word je daar dan super judgmental van? Um, ja, het... Nou, ik zou het zelf niet doen, maar ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen uh, opvoedkundige uh, praktijken ja. natuurlijk. Dus ja, ik, ik storm er ook niet aan, maar ja. Het is misschien niet de beste oplossing natuurlijk, maar ja. Ja, ik denk dat je daar aan tafel zit en vooral op dat moment ook heel erg bewust bent van wat je andere mensen op dat moment aandoet. Terwijl ja, waarschijnlijk al die mensen veel begrijpender zijn dan dat jij op dat moment... Want het zijn, alleen, het zijn alleen de echte eikels die er dan überhaupt iets van gaan zeggen. Ja, tof, je hebt zo'n filmpje dat er volgens mij zit zo'n familie te dineren. En dan is het zo zo'n. Het is, een, het is een, een vooropgezette sketch. Maar dan gaat er iemand wat van zeggen. En juist diegene die er iets van zegt, wordt dus daarna van, 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 van allerlei kanten aangesproken. Van joh, waar ben je mee bezig? je was gewoon een ja. klein kind. Uh, Jij stoort ons allemaal. Ja, ja. precies. Weet je? Jij bent nu degene die het verpest. En, uh, dus uiteindelijk denk ik dat het heel erg meevalt met wat mensen ervan vinden. Maar ik kan me wel voorstellen dat je als ouder dan denkt van ja. Shit, ik wil dit niet. Het is ook niet voor anderen. Het is ook voor je eigen rust. Je gaat dan met je gezin uit eten. Ja. Dan wil je gewoon even rustig uit eten. In plaats van dat je gestrest gewoon uh, in de keuken staat om te koken en eten op tafel te krijgen. Dus je wil gewoon even gezellig met elkaar uh, zitten en ja. eten. Ja, even, niet, even niet stressen. Ja, even ja. niet stressen. Hé, hey, en toen jij zei net al: uh, ze zitten op de middelbare school. Ze hebben dus een telefoon. Wat, ja. wat vond jij de juiste leeftijd waarop dat, uh, waarop dat mocht? Ze hebben in groep 8 na het schooladvies kreeg zij een telefoon. Oh, dat was dus echt een ja, dat was Ja, en dat is, geldt ook voor hun broertje. Die zit nu in groep 7, maar die weet dat hij moet wachten... tot groep 8, na het schooladvies. Dan pas krijgt hij een telefoon. Ah, dat is ja. handig, dat er een vast moment is. Ja. En bij jou, Arnoud? Nou ja, ze, ze zijn er nog niet... Is dat ook, maar is dat, is dat, is dat moment vergelijkbaar? Heb je zo'nzelfde zo moment in je hoofd? Ik heb het nog niet, ik heb het nog niet helemaal doordacht. Maar het klinkt, ik, ik denk dat ik dit gewoon ga overnemen. <laughs> het Klinkt heel logisch. <laughs> Hoe heb jij dat gedaan? Nodig? Ja, groep 8 ook. Ja. Echt waar? Ja. Maar je merkt gewoon uh, dat in groep 5 en 6 al heel veel kinderen met een mobiele telefoon zijn op school. Hoor. Dat heb je echt. Uh, ik weet niet of dat Amsterdam eigen is. Wij wonen in Amsterdam. Maar je hebt heel veel kinderen. Uh, vorig jaar met avondvierdaagse... liep de helft van de klas al met een. Mobiele telefoon rond. Ah, ik kan me wel voorstellen dat Amsterdam als stad daar iets mee te maken heeft. Ja. Ook alleen al omdat ik me goed kan voorstellen dat een ouder uh, in een grote stad het lijntje naar zijn kind, die op dat moment ergens anders is, gewoon korter wil houden. Op het moment dat je in een, in een ja, kleiner plaatsje ja. ergens buiten de randstad woont, waar ook veel meer sociale controle natuurlijk gewoon nog bestaat, dan is dat ook misschien iets makkelijker. Kan ik, me, kan ik me voorstellen hoor, maar dit is een dit is een, een, een aanname van mijn kant. Wat ook een grappig is, het, is het verschil in beleid van middelbare scholen hoe je met uh, smartphones omgaan. Zoals uh, op de school van mijn dochter mag gewoon geen uh, smartphone gebruikt worden. Überhaupt niet. Ook niet tijdens de pauze. En, um... Mag ze hem überhaupt meenemen naar school? Of? Ze mag hem wel meenemen, maar ze mag hem niet zeg maar tevoorschijn halen en uh, erop kijken. Behalve in noodgevallen natuurlijk. Ik bedoel uh, dit. Iedereen heeft zo'n ding dat het daar niet van. Maar... Als je ei uitkomt in Pokémon Go bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. <laughs> ja. De, de echt belangrijke dingen in. Ja, dan mag je hem gebruiken. Heeft ze wel ja. een laptop op school? Um, ze hebben geen laptop. Ze hebben wel een groot computerlokaal met redelijk moderne uh, PC's, maar geen laptops. Nee. Okay. Ja, maar bij, bij mijn zoon um, mogen ze hem wel gebruiken. En die baalt er eigenlijk ook van. Want in de pauze zit gewoon iedereen op dat ding. Hij ja. zegt van. Je, je, er wordt bijna niet meer gepraat, zeg maar, onderling, zeg maar, als wat je vroeger had. Iedereen zit op zink te kijken. Ja. Ja, dat is echt wel zonde. Dat was vorig jaar bij ons ook zo in de eerste klas. En ze zijn nu verhuisd naar een nieuw gebouw, de middelbare school. Dus um, ze hebben ook gelijk een nieuw beleid. Dus alle smartphones moeten in het kluisje en dat mag je pas aan het einde van de dag meenemen. Hm. Wat slim. Ja, in Frankrijk willen ze daar volgens mij een nationale regel van maken op alle middelbare scholen. Maar dat gebeurt hier dus al. Het gebeurt hier gewoon begin, al. Ja. 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 ja, heel verstandig. Maar uh, ik kan me heel goed voorstellen dat um, een eigen smartphone is eigenlijk de volgende stap. Want je hebt natuurlijk nu, zeker als je, nou, zoals uh, vooral Arnoud dan ook nog, en wat jongere kinderen hebt. Dan uh, heb je natuurlijk wel een moment dat ze wel met uh, die apparaten bezig zijn, of er een iPad is of een computer is. Um, hoe ga je om met wat ze op dat moment zien? of Wat ze kunnen doen? Heb je daar uh, regels voor? Heb je daar bijvoorbeeld een, een technische oplossing voor? Heb je een, een, een blokker waardoor je alleen maar naar bepaalde safe sites kunt of hoe los je dat op? Ik heb, geen, ik heb geen blokker. Um, uh, en hij heeft een, uh, een oude laptop van me. Van echt elf jaar geleden heb ik Ubuntu opgeknald. Um, en, uh, en daar mag hij op. Uh, het feit dat hij elf jaar oud is, is wel een kleine beperkende factor als hij zou willen gamen, natuurlijk. <laughs> Want dat kan niet zoveel op. Um, maar uh, en ik heb daarnaast de afspraak dat, uh, dat we alleen samen YouTube uh, mogen kijken. Want YouTube, ik zei het net al, is een rabbit hole soms. Dan kom je ergens terecht ja. waar je ja. niet wil dat je kind terechtkomt. En dat is wel een paar keer gebeurd sindsdien. Uh, hebben we de regel geen YouTube? Ja. Tenzij er een. Maar je had ouder ook, ook zo'n rel waarbij, uh, als je dan een bepaalde kinderfilmpjes zocht, dat je in eerste instantie wel een kinderfilmpje zocht. Maar het algoritme van YouTube koppelde daarna soort van ja, fake versies van die kinderfilmpjes op. En dat was dan over de meest vreselijke onderwerpen, waarbij ledematen afgetrokken werden en allemaal oh, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Dat, heb, dat heb ik ook echt. Dat was een van de aanleidingen voor, uh, voor, die, voor die regel. Want dan ja. ging hij uh, iets van Peppa Big op YouTube opzoeken of zo. Dat is een paar jaar geleden. En, um, en vervolgens klikte hij door en klikte hij nog en door nog en nog door. En toen kwam er op een gegeven moment een filmpje waarbij Peppa's. Inderdaad, ledematen, benen of zo. En ja. Eraf werden gesneden, overal bloed en zo. Ja, het ja, was wel... niet echt een geschrikt nee. filmpje. Nee. Ja, kijk, als volwassene zie je dat het zeg maar niet hetzelfde is. Je ziet, wij zien het verschil tussen het officiële filmpje en, en de namaak. Maar ja, een kind ziet gewoon Peppa. Ja. En die ja. denkt. En, waar allemaal verschrikkelijke dingen mee gebeuren. Ja. Dus ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je dan zegt van uh, YouTube alleen samen. Ja, all Olaf, jouw kinderen zijn die leeftijd natuurlijk wel gewoon voorbij, denk ik. Dat, dat ze nog willen dat jij naast gaat zitten als ze YouTube gaan kijken. Nee, ja, toen ze kleiner was, ik had het idee dat YouTube toen wat onschuldiger uh, was <laughs> nog. <laughs> maar um, nee, we, we, ik, ik heb ook geen technische maatregelen. Nee, ik, van de week schreef ik over Liener Storvald, die heilig gelooft in uh, tools, zelfs om zijn eigen... Uh, onbeholpen gedrag, zeg maar, in bedwang uh, in dwang te houden. Ik, ik, ik geloof daar niet zo in. Volgens mij moet het toch meer uit de persoon zelf komen. Um, intrinsieke motivatie. Ja, wij hebben altijd heel erg gestimuleerd om zoveel mogelijk open uh, te zijn. En, en we zijn ook heel erg geïnteresseerd ge in wat ze, wat ze doen, zeg maar. En volgens mij helpt dat veel beter. Dat je gewoon over hun schouders mee kan kijken af en toe. Um, ja, misschien idealiseer ik hem. Um, maar ik denk dat dat het beste werkt. Ja. Ja. Ik ben het met je eens, maar ik ben ook een klein beetje een control freak. Dus ik, ik, uh, ik, heel af en toe pak ik nog wel de smartphone van de jongens en dan kijk ik wat ze hebben gedaan. En uh, wat voor appjes er wordt gestuurd. En dat is meer uit voorzorg dat er geen gekke dingen gebeuren. Um, maar ik doe het wel. En dat weten ze ook. Dus zij weten ervan dat ik af en toe denk van hé, hey, uh, ik pak even de smartphones erbij en dan kijk ik. Erin. Ja. En uh, verder is het vrij traditioneel. Het enige bij ons is dat alles in de woonkamer gebeurt. Dus de Playstation staat in de woonkamer. De PC staat in de woonkamer. De wifi werkt het beste in de woonkamer. Dus iedereen is de hele dag in de woonkamer. Slim, slim. Ja, op, dus, het me, op het moment dat zeg maar, iedereen op een gegeven moment zo'n zo beetje naar de slaapkamer is vertrokken, zet je dan de wifi ook gewoon uit? Of is dat een stap die niet nodig is? Nee, dan heb ik het nodig. Ja. En, zij hebben, <laughs> en zij hebben hun apparaten niet bij zich. Ze dus hebben hun dat... apparaten niet bij zich, dus dan kan het niet. Ze moeten de laptops ze moeten ze ook gewoon beneden aan de lader doen, zodat ze die in de ochtend dan weer mee kunnen nemen naar school. En telefoon mag ook niet naar boven. Dus ze, he, ze hebben. Helemaal niks behalve boeken wat ze boven kunnen gebruiken. Ja, zijn er ook, spijt de noemde, uh, zeg maar, al YouTube-kijken zelfstandig als eigenlijk iets wat echt verboden is. Zijn er bij jullie ook nog dingen die gewoon echt niet mogen met die apparaten? Nou ja, YouTube-kijken, dat doet mijn dochtertje, dus van twee ook. Die, die gaat ook naar filmpje, filmpje, filmpjes. En uh, het geluid staat altijd gewoon hard aan. Dus, en ze is in de woonkamer. Ja dus uh, we luisteren allemaal al mee en uh, soms uh, horen we ook dingen en dan komt een van haar broers van hey uh, zullen we naar het volgende filmpje en dan kiest hij weer een normaal filmpje uit ja, uh, maar goed. ja het kan natuurlijk goed voorkomen dat ze per ongeluk iets ziet wat eigenlijk niet ja. bestemd is voor haar maar we hebben geen blokker of iets ja. waar we haar voor beschermen wel God of War wordt gespeeld bij ons thuis door een van de jongens daar zitten heel veel bloedige scènes in. En dan uh, zeg ik altijd: van dat spelen we pas als je zusje in bed ligt. Dus mm. daar moet ik ook Logisch. mee oppassen wat er op het tv-scherm gebeurt. Ja. Oké, okay, maar dit vind ik wel interessant. Want op God of War staat in heel veel landen, heel groot, een rood logootje met 18 erop. Ja. En jouw kinderen? 12. Ik, uh... Of 13? Ja, ja 13. sorry, in augustus zijn ze 13 geworden. <laughs> ja, ze zijn 13. <laughs> ze zijn 13. Ja. Ja, Ver, verklaar jezelf. Ik ben daar niet zo heel moeilijk in. Ik heb uh, heel vaak tegen ze gezegd toen ze wat jonger waren: je mag geen spelletjes spelen waar bloed in zit. Ja. Maar uh, op den duur hou je dat ook gewoon niet meer tegen. Want al die populaire uh, spelletjes, daar zit gewoon eenmaal bloed in. En dan schiet je mensen overhoop. En ik zag gisteren weer een scène dat het hoofd werd losgerukt. En weet ik veel wat ja, allemaal. Ja, ja. Maar, ja. ja, God of War, daarmee heb je echt wel de, 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 nou ja, de momenteel een van de heftigste te pakken. Maar ik vind het wel een grappige discussie. Want je hebt uh, een tijdje geleden was er zeker in Nederland heel veel ophef over verkoop aan uh, minderjarigen. Dus dat winkeliers, uh, nou, dus er werden dan wat, wat, wat nou ja, lokagenten die lieten dan minderjarige uh, games kopen. En daarna werd de winkelier er dan op aangesproken. Um, vind je dat die verantwoordelijkheid meer bij de winkels of meer bij de ouders moet liggen? Ik denk dat het allebei is. Ik denk niet dat je het alleen bij de auto's kunt leggen. En ook niet alleen ja. bij de winkels. Het is een beetje net als hoe je sigaretten koopt, dat dan ook je leeftijd wordt gevraagd. Het, het is met games ook een beetje zo. Je moet gewoon daar aan de kassa gewoon je legitimatie laten zien. Met het als verschil natuurlijk dat roken aanwijsbaar slecht voor je is. En nou ja. bij gamen valt dat. Sowieso vergeleken met roken, valt het heel erg mee. Ja, wellicht. Maar het, ik denk niet dat het. Um, ja, ik denk wel dat er een controle op moet zijn. Ja. Ook al heb ik die controle zelf thuis niet, hoor. Ja, dus, dat, ik dus grappig, ja dat, dat, dat is jij dat, wel zegt, heel dat grappig. je inderdaad een, een, een gat van vijf... vijf nou, in Nederland zouden er wel 16 kunnen zijn, die game. Maar goed, een gat van drie tot vijf jaar hebt tussen nou ja, je kinderen en de leeftijdsbreedte. Het is in de woonkamer. Ik heb er zicht op. Als ik denk van, oh mijn hemel, dit is mij te veel. Dan loop ik uh, ja. gewoon, weet ik veel, nou ja, de kamer het, uit. Het voordeel met God of is nog wel dat het uh, geweld is... Met een bepaald uh, doel erachter en niet alleen maar een game geweld. Om het geweld. Nou, want die zijn er natuurlijk ook. Wat hij heel Geen leuk zinloos vindt. geweld. <laughs> <Ja>. en het <laughs> nou, zijn ook nou, monsters. Dat scheelt ook wel. Je en goden. Ja. En dat ook. En goden. Nee, hey, spoiler en, alert. Ja, maar omdat ze nu uh, Grieks en de Griekse mythologie krijgen op school, vinden ze het fantastisch. Vinden ze juist die goden ja, nee, een hele Het is een hele ja. educatieve game, eigenlijk. Het is heel educatief, het is alleen voor school. Ja, nee, nou, is het, het... eigenlijk is het een soort huiswerk. Ja. ja. Dan moet je de hele God of War franchise nog gaan spelen. Want inderdaad, ze zijn nu juist naar de Noren gegaan. dus dat. Uh... Ja, Zo verzuim, volgens mij. Ja, ik snap het, uh... Mijn zoon die, uh, heeft vorige week uh, Spider-Man gekocht. Dat mocht hij van ons. Maar toen kwam hij dus in de winkel. En... Krijg hij hem niet mee? En die kreeg hij niet mee. Ja? Maar gelukkig was er een. een uh, de vader van een vriend van hem was ook in die winkel. Dus die heeft hem toen voor hem, uh, voor hem gekocht. Ah, is ja. uh, wou, het is echt weer. Het echt weer gewoon: uh, meneer, wilt u een voor me kopen alsjeblieft, all over again. Dit is echt, uh... <laughs> Ja, en, uh, maar hoe ben je zelf dan met, want je zegt van, dat mocht hij van mij, nou is Spider-Man in mijn optiek weer niet een hele uh, gewelddadige game. Nee, daarom, ik, ik vind die, die leeftijdsclassificatie is, ja. is wel uh, redelijk uh, streng, ja. Nou ja, het heeft denk ik wat meer met, de, 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 er zitten een aantal volwassen thema's in uh, uh, en, en er wordt wel veel gevochten, maar het is veel minder grafisch uh, heftig dan dat een God of War zou zijn. Ja, ja precies. En, en jouw zoon is dan twee jaar ouder dan die van haar. Ja, dus dat scheelt ook inderdaad. Ja. Maar ik, ik denk dat het ook is, je, je moet gewoon goed blijven kijken naar je kinderen en en hoe ze reageren ook op bepaalde beelden waar ze mee geconfronteerd worden. Het en ene kind kan gewoon veel meer uh, aan dan, dan het andere kind. Het is gewoon veel weerbaarder wat dat betreft. Hebben jullie wel eens effecten gezien van van games? Dat ze als het uitging dat ze agressiever waren of raar reageerden of zo. Of helemaal niks. Nee, ik heb, ik heb er geen effecten van gezien, maar wat ik wel merk, als ze bijvoorbeeld gewoon in het weekend wat langer op de, op de game zitten, aan het gamen zijn, dat ze dan wat vervelender zijn. Mm -hmm. En dan niet zozeer agressiever, maar gewoon uh, dat ze dan, uh, ja, ja, ik weet niet, gewoon vervelend zijn in hun gedrag. Dat ze dan iets niet willen doen of dat ze uh, iets probeert te stoken tussen de andere broers en dat soort gedrag. Een beetje heb... overprikkeld misschien. Ja, wellicht. Ja. Ja, ik, ik heb het ook wel gezien namelijk, thuis een, een, een wie staan met heel veel spelletjes. Dat is lekker kindvriendelijk. Desondanks zie ik wel effecten en dat ligt niet aan het geweld in game zelf. Dus waar de leeftijdsclassificatie voor is, maar uh, wat voor gevoelens het opwekt. Bijvoorbeeld er is een basketbalspelletje, wat uh, hartstikke liefde is. Je, je vecht niet, je pakt hoogstens een bal af. Desondanks, dat levert echt hele... hele uh, rare reacties op. Ook nog nadat die console uitstaat. En wat Terwijl, voor reacties heb je het dan over? Uh, dan is het vooral heel snel heel boos doen, heel, omdat het, het is heel competitief en je wil winnen en net die punten en net wel, net niet. Het is heel spannend en je merkt dan gewoon dat die verhoogde hartslag en die hele alertheid, dat het gewoon nog een tijdje ja. blijft. Ik denk niet dat het een effect is, ja. maar het is wel iets waar je rekening mee houdt op het moment dat je in het dagelijks leven uh, gamen toestaat. Ja, maar dat ja. is natuurlijk niet voorbehouden aan kinderen, dat, dat die effecten hebben, volwassenen natuurlijk ook. Ja. Ja. Ik bedoel, uh, ik denk dat iedereen die hier wel eens een potje PUBG heeft geprobeerd en daarin uh, ver is gekomen, kan meepraten over hoe je hartslag dan voelt en dat je toch een kwartier nodig hebt daarna om weer even tot rust te komen, zeg maar. Ik even. heb dat ook met Mario Kart hoor, als het echt heel spannend is en het ja. ook, ook zo'n kindvriendelijk spelletje eigenlijk, met alleen maar bananen en schildjes. Ja. Desondanks, ik zit gewoon tien minuten bij te komen als het echt spannend was. Ja, dit, 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 dit is natuurlijk niet uh, onderhevig aan, aan, aan gaming alleen. Dit is gewoon uh, willen winnen spanning van een wedstrijd en ja. wat dat met je wat dat lichamelijk met je doet natuurlijk. Ja. Dus ja. Maar als je dat uh, dag in dag uit urenlang achter elkaar uh, opwekt door middel van een game, dan kan ik me goed voorstellen dat dat zeker voor jonge groeiende personen nogal uh, een uitdagend iets kan zijn. Ja, die, die, die van ons die kan ook boos worden als hij ineens moet eten terwijl hij halverwege een spel zit of zo. Ja, maar waarom? Ja, dus ze... Waarom doe je dat dan? Ook dan? Ja, dat is ook later. <laughs> nee, <maar> het, <laughs> de, we hebben het met hem over gehad en dan. De, wat we tegenwoordig doen is gewoon ruim van tevoren aankondigen over zo laat gaan we eten, zeg maar. Dus dan weet hij, kan hij zich daarop voorbereiden en kan hij ook zijn, zijn spel erop aan houdt, houdt hij zich daaraan? Uh, Daar houdt hij zich redelijk aan. Ja? Ja. ja. Want ik geef dan ook, je mag nog een uh, kwartiertje of zo, zeg ik dan. En dan uh, als de tijd voorbij is, zegt hij, oh mam, ik wil dit potje nog even afmaken. Natuurlijk. Ja, weet je? Ja, ja, ja. Nee, dat zit er gewoon niet in. Dus dan moet je het gewoon uitdoen, want dat is de tijd die we hebben afgesproken. Ja. Ja, precies. Zoek in het komende kwartier een punt waar je hem kan uitzetten. Ja, precies. <laughs> ja, dat is eigenlijk wat je, je wil. Ja. Um, uh, Touba, jij is vertelde dat je meekijkt af en toe op de telefoons van je, van je kinderen... om te kijken ja. of ze geen dingen doen die jij niet wil. Ja. Um, ik beticht ze helemaal nergens van, laat het duidelijk zijn. Maar een, een ander hot topic tegenwoordig uh, is natuurlijk cyberpesten. Ja. Uh, groep, groepen kinderen. Ik heb verhalen gehoord van ja, brugklassen waar dan één of twee mensen niet in de chat van de klas mochten. Dat ja. soort dingen. Ben je daar wel eens mee in aanmerking gekomen? Met dat soort dingen? Nee, persoonlijk ben ik daar niet mee in aanmerking gekomen. Maar was vorig jaar wel in de eerste klas een meisje. Bij ons op school um, in de klas van een van de jongens die uh, blijkbaar niet werd geaccepteerd door de hele klas. Ja. Um, en dat had ook met WhatsApp-berichtjes te maken en met Snapchat en dergelijke. Dus ik weet dat dat wel plaatsvindt. En ik moet zeggen, sindsdien ben ik ook zeker alerter. Um, ik zeg niet dat mijn kinderen daar direct uh, schuldig aan waren of zo, maar ik denk wel dat het groepsgevoel is geweest en dat ze daar wellicht aan mee hebben bijgedragen. Maar ik. Uh, ik ben daardoor wel wat alerter. Ik check de apps. Ik check de groepsapps. Want ze hebben nu al iets van 80 groepsapps ja, waar ze dat is niet in zitten. Hm, het die check niet... je allemaal? Dat is een dagtaak, toch? Nou, maar gewoon één keer in de zoveel tijd. Dan denk ik van, laat ik even kijken wat hij voornamelijk als ja. laatste heeft geschreven. Het, het, ik kijk dan niet wat de andere kinderen hebben geschreven. Want ja, dat... Dat is de verantwoordelijkheid van iemand anders. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik heb ook veel tijd. Ja, daar heb ik ook inderdaad geen tijd voor. Uh, maar ik check dus wel af en toe gewoon wat zij hebben gedaan op uh, de app of in de WhatsApp groepjes. Maar uh, in een aantal WhatsApp groepjes zitten ook de mentoren. Oh ja. En uh, die halen de kinderen gewoon ook uit als ze bijvoorbeeld gewoon gaan spammen met elke keer één letter sturen of gewoon onnodige informatie <lacht> gaan <lacht> schrijven. Dus dan worden die er al uitgehaald. En als dat heel vervelend wordt. Informeert de mentor ook gewoon de ouders daarover. Okay. En bij jou, uh, Olaf? Um, ja, we hebben in het verleden ook wel dingen meegemaakt dat uh, uh, de meisjes uit een groep chat in dat zich echt als een tyran gedroegen en, en iedereen eruit schopte en vreselijke scheldkanonades ja. en dergelijke. Ja. Ja, um, en gelukkig dat, dat mijn dochter daar zelf ook mee kwam naar ons toe. Dus hebben we dat mee kunnen lezen. En, oh, netjes. Ja, ja. en dan hebben we daar ook wel een, een, een waarschuwing naar de ouders uh, gemaild. Zo van: luister, weten jullie wel wat er, uh, wat er plaatsvindt, zeg maar. Houd het in de gaten. Ja, ik, ik heb er wel zo van nagedacht. Het lijkt me ook enorm zwaar, ook voor kinderen. Want dit is natuurlijk gewoon de, de moderne equivalent van dat je er op maandagochtend achter kwam. Dat zaterdagavond een van je klasgenootjes een feestje hebt gegeven. en jij was als enige niet bij, zeg maar. Ja. Dat is gewoon he, dat gevoel. Alleen dat. Dat risico op zoiets ligt gewoon dagelijks op de loer. Omdat er gewoon zoveel gebeurt. Ze hebben continu contact met elkaar natuurlijk. Ja, en het is ook voor mij is het ook omdat het, omdat het uh, via je telefoon gaat, houdt het niet op op het moment dat je van het schoolplein wegloopt. Nee. Waar dat bij gewoon pesten waar die gewoon vroeger gewoon bestond, waar dat, waar dat wel een beetje ophield uh, en je gewoon binnen kon gaan zitten en had je er geen last meer van. Maar ja, je moet je telefoon uitzetten, wil je er geen last van hebben. En dan nog weet je dat ja. het, als je slachtoffer bent, dat het waarschijnlijk doorgaat. En het was misschien vroeger ook nog iets zichtbaarder. Want als jij, ik denk als jij hè, een kind hebt dat houdt van buitenspelen, maar ineens zit hij elke middag binnen, dat je toch vrij snel uh, de alarmbellen gaan rinkelen. En dat zal nu misschien wat minder zichtbaar zijn, denk ik. Het, het, het lijkt me ook, maar ik denk wel dat je het ziet hoor. Nou, je kent je kind, dus je merkt ja. het waarschijnlijk. Ja, die zal niet lekker in zijn of haar vel zitten, et cetera, et cetera. Dus daar zou je wel dingen aan zien. Maar ja, desondanks, ik denk wel dat het wat aanweziger is dan dat het eerst was. Maar misschien is het fysieke pesten wel afgenomen. Misschien worden er wel binnen kinderen in elkaar geslagen. Silver lining. Ja, je ja. moet mentaal misschien wat steviger in je schoenen staan, maar... Goh, ja, ik heb geen kinderen, dus het is voor mij heel lastig om te kijken. Maar als ik naar mezelf kijk, dan weet ik serieus niet wat ik ergens zou vinden. Want uh, vechten en, en, en een klap krijgen is heel vervelend, don't get me wrong. En, hè, dat, zeker als het wat verder gaat dan een paar tikken. Dat, maar gewoon lange tijd stelselmatig mentaal gepest worden lijkt me echt loodzwaar. Ja, 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 Misschien ja, nog ja. wel zwaarder, want die, uh, weet je, pijn gaat weg. En, nou ja, goed, dat is een, een, een discussie op zich. En wat ik me ook nog afvroeg, trouwens. Je vertelde toen dat je geregeld in de telefoons van je kinderen kijkt. Maar dat kun je natuurlijk niet eeuwig blijven doen. Ik bedoel, nee. Als ze dertig zijn, is dat vrij... Uh, nee, vrij maar raar. ik doe het nu ook al <laughs> veel minder dan vorig jaar bijvoorbeeld. Dat ik denk van, nou, volgens mij gaat dit wel redelijk. Weet ze wel en weet ze niet wat ze moet zeggen. En als ik dan een keertje iets ontdek van, hé, hey, dit had je misschien op een andere manier kunnen doen. Of zo'n spam, want dat hebben ze wel heel vaak gedaan vorig jaar. Zo'n elke keer maar één lettertje sturen. Dan spreek ze erop aan. En als ik, ik merk gewoon dat ze het daarna wat minder doen. Maar ja, uh, het moet op een gegeven moment ook afgelopen zijn. Ik, ja, ik, ik op een gegeven moment niet. komen ze ook op een leeftijd dat je dingen kan tegenkomen die je misschien als moeder helemaal ja, niet wil zien. Nee, nee dat, dat denk ik ook. <laughs> <laughs> daar wil ik helemaal niet aan denken. Maar ja, tegenwoordig ja. is het zo. Uh, bijvoorbeeld op school. Ik, ik weet niet of jullie magister hebben, maar wij hebben ja. magister op school. Um, je wat, kan, is, wat is magister? Magister is een online. Um, of is, is eigenlijk een app voor ouders en leerlingen. En daar staat het rooster in. Maar naast het rooster staan alle cijfers erin. Uh, als je een keertje een boek bent vergeten, staat erin. Als je te laat bent gekomen, staat erin. Als je gymspullen bent vergeten, alles staat erin. Dus kinderen hebben zo weinig bewegingsvrijheid soms. Uh, dat je uh, vooral met magister. Want ik kon vroeger nog wel een onvoldoende halen en die niet aan mijn ouders laten zien. Maar tegenwoordig kan dat gewoon niet meer. Kind en dat is voor mij als controlfreak heel fijn. Voor de kinderen wat minder, denk ik. Maar zo'n magister, daar kijk ik bijna om de twee, drie dagen. Daar kijk ik wel even op ja. om te kijken of, of de cijfers wel goed gaan. Of dat ze zich niet hebben misdragen of wat dan ook op school. Goh, ik vind het echt een heel moeilijk onderwerp. Ik, ik, kijk, ik, ik denk natuurlijk niet als een ouder. Dus nee. Ik, hmm. ik kijk ernaar en denk van ja... Dit, 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 uh, je, je kunt niet eens meer discussie hebben over wel of niet een vertrouwenband. En ik hoor het wel als er iets niet klopt, want... Ja, je weet alles al. Je weet alles al. Je krijgt alles al ja, mee. Ja. Ja. ja, hoe ver moet je gaan met het monitoren van je kinderen? Precies. Ja, Krijg je krijgt hier een heel erg 1984 uh, <laughs> gevoel bij. Nou, wij, wij kennen iemand die, um, die, die ziet alles wat uh, haar dochter met de smartphone doet. Ik bedoel, als je het over een freak hebt. Oh nee, zo erg is het nog niet bij mij. Maar hoe <laughs> werkt het dat die heeft gewoon een monitor of iets dergelijks? Uh... Ja, die heeft gewoon inderdaad een, een appje erop waarmee ze gewoon letterlijk alles kan zien. De hele geschiedenis uh, oh. kan volgen. Oh, oh. Ja. Maar... Ja, het, als je er mij van denkt, van, ja, is dat dan nodig? Maar is het niet veel beter? Laat, laat ik het anders vragen. Hoe jij erover uh, praat, hoor ik al dat jij hier zelf geen brood in ziet. Nee. Um, hoe zorg je ervoor dat je kinderen zelfstandig weerbaar genoeg zijn om niet die monitor nodig te hebben? Uh, hoe bedoel je dat? Nou ja, op het moment dat jij... Ja, jou, jouw zoon is dan 15. Hmm. Uh, ik neem aan, nou, hij heeft zijn eigen telefoon. Hij, nou goed, hij, hij leeft eigenlijk inmiddels een... een uh, Individueel digitaal leven. Daar zit jij niet meer bij. Mm -hmm. um, ja, hoe zorg je ervoor dat hij dat daar uh, goed mee omgaat? Er zijn natuurlijk hele uh, obvious voorbeelden van. Nou ja, de, 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 het sturen van naaktfoto's dat zijn, zijn ze misschien nog net even iets te jong voor me. Maar ook uh, niet alles zomaar aanklikken wat je voor je neus geschoten. Dat soort dingen. Ja, Oneindig hoe... skins kopen in Fortnite. Ja, precies. Ja. Ja, dat ja, ja, ja. In, in app aankopen ook inderdaad een heel goed voorbeeld. Is, mm -hmm. is er een manier waarop je daar je kinderen in kan trainen? of, of hoe, breng breng je, hoe breng je ze dat bij? Ik denk uh, met, met 15, dan, dan, als je dan, dan mee wil beginnen, dat mee te laat, dus dan moet je al ruim van tevoren mee beginnen. Um, en ja, ik heb dan het geluk dat ik wel redelijk thuis ben in techniek en dat ik me er altijd voor geïnteresseerd heb en dat we. Um, ik denk dat dat een hele hoop scheelt. Dat je er samen mee naar kan kijken, dat je samen ook uh, de, de, uh, de loop van de technologie, hè, de komst van de smartphone uh, hebt, uh, hebt gevolgd. Dus ik heb, ik, ik heb ze daar redelijk bij kunnen begeleiden. En dan gaat het inderdaad om gewoon uh, heel vaak waarschuwen, zo van, uh, kijk uit met in-app aankopen en dergelijke. Kijk uit dat je niet overal je gegevens uh, aangeeft, dat je overal accounts zomaar, uh, zomaar aanmaakt en dergelijke. En uh, ja, laten zien waar je mee bezig bent. En um, wat we ook veel doen, is, is alternatieven bieden. Zo van ja, je mag wel achter de PC, maar je, doe eens wat anders dan gamen. Uh, mijn zoon is bijvoorbeeld nou met, met Blender bezig, met 3D-tekeningen en dergelijke. Dus zo, oh, dat is cool. Ja, dus, en, en mijn dochter doet heel veel met, met foto's op de, op de smart. die maakt hele mooie foto's van dieren en dergelijke. Dus op die manier laat je ze ook zien dat er andere dingen zijn dan alleen dat gamen of dan alleen um, chatten of weet ik veel wat. Uh, dan laat je ze op een andere manier gebruik maken van, uh, van technologie. Bij jou, Tuwa? Ja, het is een beetje hetzelfde. Want uh, omdat ze ook de laptop natuurlijk voor school gebruiken, gebru Maak ze ook heel veel andere dingen. Vorig jaar moesten ze bijvoorbeeld een eigen game ontwikkelen op de, op, okay. um, met een of andere applicatie. Nou, toch? Ja, dus dat vonden ze echt heel erg leuk. Uh, ze krijgen ook les in mediawijsheid op school. Uh, in de lessen lifestyle informatics, geloof ik. Dan uh, krijgen ze mee wat, waar je nou wel op moet letten uh, op het internet en waar niet. En uh, wat je wel kunt, wel kunt vertrouwen en waar, uh, waar je voorzichtig mee moet zijn. Ik vind, het, ik vind het heel goed dat er zoiets bestaat. Maar ik, mijn nek aan gaan wel rechter staan. Als jij zegt van dat ze op school geleerd krijgen wat wel en niet te vertrouwen is. Omdat ik, dan, ik ben al zo bang. Dat als, als de stof daar niet klopt, ja. dan gaat het zo hard mis. Ja, zeker. Maar weet je, daar wordt niet genoemd van. Hey, ga niet naar deze website en doe dit niet. Het is gewoon, wees voorzichtig waar je je gegevens achterlaat en alles. Ja. Um, alles wordt al van je, uh, weet je, het is data. Elke keer als jij op een site komt, dan wordt er al heel veel van je verzameld. Dus wees gewoon voorzichtig ja. met wat je daar nog meer achterlaat. Dan gewoon je browsergeschiedenis bij, bij, bij wijze van. Maar ook op de basisschool doen ze dat al heel veel. Hè. Daar krijgen ze training bij ons op school. Ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn. Nee, wat maar wat dat, is het? Dat, dat is dat, is dat uh, kinderen worden getraind om uh, elkaar uh, complimenten te geven. En als iemand bijvoorbeeld een uh, kritiek Kritisch punt krijgt of gewoon eigenlijk wordt gepest door andere kinderen door in de klas, uh, dat die weet hoe, uh, hoe als groep voor dat kind opgekomen moet worden. Dus dan weet ze hoe ze voor elkaar moeten komen, op moeten komen en hoe ze elkaar moeten beschermen voor dat pestgedrag. En niet alleen op school, maar daar krijgen ze ook van uh, mee hoe je daar digitaal bijvoorbeeld iets voor. Uh, tegen zou kunnen doen. Ga naar je juf of ga naar je mentor of uh, spreek met de boelie van de klas af dat we dit niet meer gaan doen. Of, uh... En werkt dat? Ik moet zeggen uh, ja. Want de tweeling, uh, toen zij in groep 5 zaten, waren wij net geswitcht van school en werden zij in die klas best wel veel gepest. En dat komt, ik weet niet waardoor het komt, maar ze waren nieuw, zwaar gewoon ja, gewoon nieuw. En ik denk dat dat uh, een reden was om, om ze te pesten. En toen begonnen ze net met die Kanjertraining. En je merkte naarmate de Kanjertraining vorderde. dat het pesten gewoon heel erg afnam. Dat er gewoon door de klas voor uh, mijn zoons. Op, het, ze kwamen gewoon op voor mijn zoons in de klas. En dat heeft de meeste natuurlijk ook heel veel mee te maken. En ze zaten in twee aparte klassen. Dus de ene werd veel minder gepest dan de andere. En. Um, je merkte gewoon dat de begeleiding van de kanje-training, maar ook de begeleiding van de meester of juf daar gewoon heel belangrijk in is. En dat was destijds gewoon face-to-face. -face. Dus dat ja. was niet eens digitaal, maar gewoon face-to-face -face ja. pesten. En dat neem je dan natuurlijk inderdaad ook weer mee naar het hele ja. online uh, gebeuren. Um, we zijn bijna door de tijd, jongens. Maar even nog een laatste vraag aan jou dan, uh, Arnoud. Want uh, Olaf zegt net van, uh, ja, nou mijn zoon is 15. Als je er nu nog mee wil beginnen. Uh, dan ben je te laat. Ik heb mijn oren gespitst. <laughs> ben jij, als je nu begint, te vroeg, of is dit precies het juiste moment? Ik denk dat het het juiste moment is. Dit is echt wel. Uh... Oh, 9 en 7, toch? Voor de dag. Ja, klopt. En dat is. Uh, uh, laatst uh, heb ik dus uh, een, een wachtwoordbeleid uitgelegd. En waarom dat belangrijk is: dat je een eigen wachtwoord hebt. Wat uh, veilig is. Nu heeft hij ook Ubuntu en dat vereist een heel sterk wachtwoord. Dus hij kan niet gewoon zijn voornaam invullen. Moest hij echt nadenken over iets met hoofdletters en cijfers hm. en zo. En, uh, en nee, dat, dat vind ik wel een, een goed belangrijk begin. En ik heb hem ook uitgelegd dat, dat, dat je. Uh, kan e-mailen, dat vindt hij ook heel interessant. En dat hij dan alleen kan, moet mailen naar mensen die hij kent en zo. En uh, alleen mailtjes moet openen van mensen die hij kent. Daar begint het natuurlijk en laat ja. ik haar dat uitbreiden. Um, dus zo, zo begin ik er wel een beetje mee. Maar uh, ik ga zeker uh, af en toe Olaf denk ik aan zijn jasje trekken om te vragen ja. hoe hij... Uh, hoe hij de, die, die, die opvoedingsvraag heeft beantwoord. Want het, ja, het, is, een, het, is, een, het is een wilde wereld daarbuiten. Ja. Mm. En um, je wil ze wel goed voorbereiden. Nou, het is ook een Want... ja. heel herken-, herkenbare wereld. Het zou me niet verbazen als er de komende week, als, deze, als dit online staat, heel veel collega's naar jullie toe gaan komen. Van, oh, wat grappig. Dit, dit, <laughs> dit, het zou me totaal niet verbazen. Goed, we zijn er bijna alleen. Nee, ik zei het al, dus dan sluiten we af met het vaste onderdeel uh, Sneak Peek. En uh, Arnoud, jouw kinderen zijn 9 en 7. Ja. Dus allebei jonger dan. Android. <laughs> nee, dit is echt heel leuk. We, hebben, we hadden hier Mark vorige week zitten. Mark van der Kruid, onze videoredacteur, vertelde kort over tech-juwelen. En komende zondag hebben we echt een leuke aflevering. Het gaat over de T-Mobile G1. Uh, dat was de eerste telefoon met Android ooit. En die werd aangekondigd op 23 september 2008. Het was ook een heel bijzonder evenement en um, we hadden daar dus een mooie aflevering van gemaakt van, voor, voor Tech Juelen. Maar daar zijn we niet gestopt. Er komt ook een verhaal bij over de aanloop naar Android 1.0. Dus hoe Android ooit, ooit is ontstaan, hoe dat zich binnen Google heeft ontwikkeld, hoe het eruit zag en hoe die hele aanloop ging naar Android 1.0. En wat misschien nog wel leuk is toen dat werd aangekondigd, dat was een evenement in New York en dat was zo'n... Uh, persconferentie. Nou ja, iedereen die wel zijn uh, keynote heeft gekeken, die weet hoe gelijk dat tegenwoordig gaat. Dat was toen niet altijd zo. En de, de toenmalige topmensen van Google, uh, Larry Page en Sergey Brin, die kwamen daar binnen op rollerskates. En ik dacht eerst, daar zit gewoon een gedachte achter. En ik ben erin gedoken, dat is dus niet zo. Ze waren ergens anders in New York en ze dachten... Hm, er staat heel veel file. Hoe komen we zo snel mogelijk <laughs> naar het evenement? Op rol schaatsen. En dat was dus precies wat ze hebben gedaan. Um, dus dat soort hilarische verhalen zit er allemaal in. Wordt hartstikke leuk. Komende zondag is dat precies tien jaar geleden. En dan uh, verschijnt dus en de video en het verhaal online. Wordt heel leuk. Um, maar ja, daarnaast zijn er ook nog uh, langere tradities uh, in, in ja, de techwereld. Zeker, ja. Um. Uh, zoals de strijd tussen... Twee zekere voetbalgames, Pro Evolution Soccer en FIFA. Uh, ik neem aan dat jullie kinderen ook wel redelijk bekend mee zijn met die titels. En uh, ik ben ze allebei aan het spelen. Ik hoop dat ze voor volgende podcast allebei online zijn, de reviews. Dat weet ik nog niet helemaal zeker, want zo'n voetbalgame is toch... Ja, soms moet je heel erg lang spelen voordat je hem echt in de vingers hebt en, uh, en er echt iets over kunt zeggen. Dus ik hoop dat uh, ze beide online zijn voor volgende week donderdag. Maar ik durf het nog net niet te beloven. Hé, hey, en uh, mes op je keel, welke is de beste? PES of FIFA dit jaar? FIFA. Okay. En dat is verrassend, want vorig jaar was het nog pas. Ja, inderdaad. Ik in ben benieuwd waarom, maar in dat in komt geval, allemaal wel. Voor nu, Arnoud, Olaf en vooral Touba, bedankt voor Dank. je bijdrage vandaag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Uh, zoals altijd horen wij natuurlijk graag feedback. En dat kan in de reacties uh, op de site, op het forum of via podcast.tweakers.net. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doei. Doei. Doeg.